Duffy en dan maar de kijkers. Want ik hoop natuurlijk dat jullie me allemaal willen helpen. Eigenlijk tegen Sleen en de overheid van Mindtopia. Want wait a second. Hier zie ik wel iets, mensen. Ik mis een goudstaaf. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Ik ben onderweg naar, jullie zien het ook al wel mensen, het huis van Mr. Sleen. Ik kom natuurlijk net van de politie en ja, de politie heeft eigenlijk zoiets van ja Duff, laat het lekker. Ik was eigenlijk onderweg naar Mindtopia, maar ik denk wacht eventjes. Voordat ik naar Mindtopia ga en in mijn spullen ga kijken van goh, wat kan ik in godsnaam missen als het al zo is. Want ik heb echt moken veel spullen. Dacht ik, wait a second, laat ik eerst bij Sleen zijn huis gaan kijken bij de spullen die hij heeft. Waar hij natuurlijk graag meer van wil hebben of wat hij compleet wil hebben, wat ook allemaal. En dan denk ik met name, en daarvoor voor de mensen die helemaal in paniek zijn, durf je niet inbreken. Nee, we hoeven ook helemaal niet in te breken als het goed is. Want Sleen heeft daar het raam. En in die ruimte heeft hij natuurlijk best wel wat, ik wil het niet per se speciaal noemen, maar hè, daar staat goud, diamant, iron, weet ik het allemaal. Als wij daar eens even gaan kijken om erachter te komen van, goh, wat mist hij nog? Zijn er misschien spullen die ik kan hebben, wat ook allemaal? Ik denk dat we dan heel erg ver kunnen komen. Heb jij er nou vandaag zin in, mensen? Klik natuurlijk allemaal massaal dat duimpje omhoog aan. Laten we gaan voor de 300 likes. En als je natuurlijk nieuw bent, abonneer, welkom. En laten wij gewoon eens even rustig gaan kijken. Want voor de mensen natuurlijk inbreken en ik word gezien, dat is natuurlijk, ja, strafbaar om zo maar te zeggen. Maar dit is niet per definitie strafbaar. Ik bedoel, dit is wel zijn plot, maar het is niet verboden. Dus wat ik nu doe is niet verboden. En er is ook als iemand die er langs komt of een camera ergens die ik over het hoofd zie of een politie of is in ieder geval niet verboden. Zelfs dit, ja, is het netjes om hier nu een garage binnen te lopen? Nee, sure, dat is niet netjes om te doen. Maar goed, ja, het staat open. Dus, nou ja, goed, we kijken er maar even rond. Maar hier gaat het helemaal niet om. Het gaat hier om, mensen. Kijk, hier heeft hij allemaal spullen staan waarvan ik denk van ja, daar kan hij wel eens achteraan gaan of wat ook allemaal. En we hebben daar dus iets van, ja, noem het op. Misschien is het gratis. I don't know. Of Midnight Blue. I don't know. In ieder geval daar mist hij leggings en boots van. Hier een helm. Nou, dat boeit niet heel erg veel. Hij mist, zo te zien, een Enchanted Diamond helm. Hij mist ook gewoon non-Enchanted Diamond gear. Nou goed, het enige wat ik heb is natuurlijk een Enchanted Diamond helm van het gear van Dylan. Dus daar zou ik naar kunnen gaan kijken. Maar als het goed is, moet dat gewoon in mijn kelder hangen. Hij mist daar Enchanted Iron leggings. Maar heb ik Enchanted... Had ik die? Heb ik die? I'm not sure. Nou ja, goed, hier hebben we dan in ieder geval wel goud hangen. En nou, dit zou wel op zich mijn body kunnen zijn dat hij hem echt heeft. Ik bedoel, ik heb goud non-enchanted. Ik heb leggings en ik heb dus ook een body. Dus het zou kunnen zijn dat hij daarnaar op zoek is. Hier weet ik, of iets. Ik weet het natuurlijk ook allemaal niet. Maar dat zou nog eventueel kunnen. En voor de rest, ja, eigenlijk niet zo heel veel. Natuurlijk, hij heeft beneden nog een kluis vol met kleding liggen waar echt van alles in kan zitten. Waarvan je denkt van ja, dat heeft hij van je. Maar ja, dat is allemaal leather en weet ik het allemaal. En ik denk toch dat hij stond natuurlijk ook met de pronken meer voor het wat tussen haakjes specialere gear wil gaan. Denk aan het goud, aan het diamant, aan het iron. Nou ja goed, meer in dat genre. Dus wat ik nu ga doen, mensen, is ik ga nu naar mijn huis toe. En wat jullie moeten doen, mensen, en dat is dus gewoon mij even helpen met iets. Ik ga dus zometeen naar mijn huis toe. Ik ben natuurlijk nu al onderweg. Ik ga daar door de spullen kijken. Met name ga ik dus letten op iron, gold en diamond. Mocht jullie nou iets opvallen waarvan je denkt van Duffy, daar mist volgens mij een stukje, zeg het alsjeblieft even in de reacties ook. Ik heb jullie gewoon op dit moment nodig. Het is namelijk een beetje de kijkers en Duffy blijkbaar tegen, nou ja, de overheid begint er bijna op te lijken. En Sleen, want die, ja, iedereen danst maar naar zijn pijpen. Dus lieve kijkers, let alsjeblieft zometeen even op als we door de spullen gaan kijken. Mocht jij dus iets opvallends zien, denk van, hey, voor mij, hè, laat het alsjeblieft weten. Dan kunnen we er nader onderzoek naar gaan doen en wellicht erachter komen of we iets missen of weet ik het allemaal. En overigens voor de mensen die afvragen, ja, ik ga natuurlijk ook nog bezig met de beelden die ik heb opgenomen in de prison en ook natuurlijk van mijn fabriek. Om die natuurlijk uit te werken, wat ik allemaal, maar dan moet ik in downtown op de PC. Ik wil nu eerst weten welke spullen ik in vredesnaam mis. Bijna aangekomen hier bij het huis en onderweg hier naartoe, mensen, speelde er een aantal dingen in mijn hoofd. Ik denk van, het is gewoon letterlijk nu bijna gewoon Duffy en dan maar de kijkers. Want ik hoop natuurlijk dat jullie me allemaal willen helpen. Eigenlijk tegen Sleen en de overheid van Mindtopia. Want het is echt bizar als je eigenlijk natuurlijk alles, ja, op een rijtje zet. En bedenkt natuurlijk wat er allemaal is gebeurd de afgelopen tijd. Maar goed, maakt voor nu allemaal niet uit. Iedereen goed opletten nu, want we gaan dus nu dus haakjes het huis betreden. Voor de record, een groot wit huis op een berg. Ik mocht van de eigenaar shoppen. Nou goed, dat lijkt me sowieso niet.
We moeten eens even gaan kijken of ik überhaupt spullen mis en weet ik het allemaal. Misschien is er wel één grote bluff om mij gek te maken. Nou, dat heeft hij het goed voor elkaar. Maar laten we hier meteen beginnen, mensen. Bam, Diamond Helm, zoals ik al zei, hangt gewoon waar die moet hangen op het armor setje. Misschien niet verstandig dat hij hier hangt in het zicht, maar hij hangt er nog. Oké, dus heeft in ieder geval geen diamond van mij. Lijkt me tenminste, want mijn eigen diamond heb ik aan. Dat is voor de rest gewoon helemaal goed. Dan hebben we hier binnen kleding hangen. Nou is een beetje het probleem. Ik weet niet meer exact wat hier allemaal hing. Als in de tijd dat Melissa met mijn huis is bezig geweest, hing hier natuurlijk ook nog andere kleding. Ik weet wel dat Dylan heeft hier een fire setje volgens mij vandaan gehaald. Maar mist hier dan voor de rest? Ik kan me niet herinneren überhaupt dat ik hier goud had hangen. Volgens mij heb ik het allemaal beneden in kisten zitten tegenwoordig. Dus of hier echt iets weg is of dat ik hier iets mis, I don't think so. Maar als jullie het wel zien, mensen, let me know of course alsjeblieft. En denk dan ook meteen erbij welk item het is, want anders geeft natuurlijk nog er niks mee op. Ja, en hier voor de rest in de spullen, ja. Wat kunnen wij hier in godsnaam in missen? Dit gaat dus ook een hel worden, mensen. Om dus bij wijze van door al mijn kisten te gaan. Dat ga ik overigens niet doen, want ik ga alleen een beetje in mijn dure kisten kijken. Hoewel duur, you get what I mean, de wat specialere. Maar ja, zit hier nog TNT in? Oké, die moet ik nog wel meenemen. Die moet ik nog even naar een ander huis gaan brengen. Oké, goed dat ik dan ook nog maar eens hier een kist check. Die ik normaal eigenlijk nooit check. Want zo zie je maar weer. TNT. Oh. Wat is er ook erg dit. Nou ja, goed. We gaan naar de kelder toe om daar dus te kijken voor eventuele spullen. Nogmaals, dit is mijn diamond helm. Die hangt hier gewoon netjes. Oké, there we go. Ja, dan gaan we nou hier naar beneden toe om... Ja. Het is letterlijk gewoon, ja. Zoeken naar iets wat je waarschijnlijk niet gaat vinden. Maar goed. Wapens zijn hier of course weg, dus mensen, schrik daar niet van. Wapens zijn weg, zijn veilig, dus no worries. Ja, mijn steel is hier, criminal gear is hier volgens mij gewoon allemaal aanwezig. De wapenparts zijn allemaal aanwezig. Hier hebben we een stukje criminal gear wat ik beter even hier bij wijze van bij kan zetten. Heb je tenminste dat compleet. Maar voor de rest, ja, in mijn ogen niks wat ik hier mis. Nou, hier gaat het zo moeilijk in worden, want I don't know wat hier überhaupt allemaal zat. Ik weet dat ik hier wat illegale dingen uit heb gehaald, dus ja, mensen, daarom zeg ik ook alsjeblieft help me. Mocht jullie dingen zien, laat het achter in de reacties. We hebben elkaar nu enorm hard nodig. Just to be sure, om ervoor te zorgen dat we die slain harder kunnen aanpakken dan ooit tevoren. Hier heb ik sowieso niks qua missen. Hier zit nog wel koken, moet ik nog meenemen. Die moet ik ook nog naar het huis brengen. Ja, mensen, je ziet het, zo'n dubbelcheck. Af en toe echt, het is soms gewoon nodig. Ja, dan nu de kisten waar ik misschien dingen in kan missen. Ik bedoel, hier heb je gewoon mijn Nero met brons gold setje. Ik bedoel, ik herinner het me nog. Jaden 1 jaar, dat is ook niet weg of wat ook allemaal. Wait a second. Hier zie ik wel iets, mensen. Ik mis een goudstaaf. Volgens mij mis ik een goudstaaf. Want voor de mensen, ik heb deze goudstaven hier dankzij David. David heeft mij natuurlijk dat setje gegeven, om zo maar te zeggen. En ik had ook, volgens mij had ik 8 goudstaven. Kan iemand dat alsjeblieft bevestigen in de reacties? Dankjewel. Volgens mij had ik 8 goudstaven. Dat betekent ik mis een goudstaaf. Super dom tegelijkertijd, want ze zijn genummerd. Kortom, ze leveren alleen wat op de onderwereldmarkt, om zo maar te zeggen. Daar heb je helemaal niks aan. Oké, dus dat zou kunnen betekenen dat hij goud heeft genakt. En dit makes ook sense, mensen. Want kijk, mijn gouden legging zit hier. Hij had een non-enchanted gouden body in zijn handen. Die hoort hier te zitten volgens mij. Zwartje heb ik hier nog wel. Die hoort hier van mij te zitten. Hier voor de rest een gouden. Mijn gouden enchante schoenen die hangen daarboven. Dat weet ik 100% zeker. Funky purple suit. Iron boots. Voor mij ziet dit er voor de rest van me allemaal wel gewoon, wat dat betreft, goed uit. Maar wat ik echt opvalt is dus voor mij één goudstaaf mist gewoon, dat zie ik gewoon voor mij daar. En ik mis sowieso dus een stukje goud, in ieder geval de body. En voor de rest, ja, het is niet dat ik hier iets zie waarvan ik denk van, yo, ik mis iets. Ja, deze twee goudstaven die geen nummer hadden, die had ik natuurlijk al. Die heb ik ook in de tijd van David heb ik die gekregen, dus die liggen er in ieder geval nog. En voor de rest hier, ja, hier liggen geen dure spullen in die ik eigenlijk ga missen. Waar ik ook niet, ja, wat ook niet gaat opvallen voor mij in ieder geval, dit soort dingen in. Het is leuk, maar niet speciaal, dus ik denk ook niet dat we hier per definitie doorheen hoeven te gaan, maar ja, goed, hier nog een goudstaafje, maar het is ook weer eentje zonder nummer, dat is ook goed. Ja, nee. Ik denk echt dat dit het was. En dat zou dan betekenen, mensen, dat hij van mij een goudstaaf heeft en een gouden body. That's it? Oké. Kijk, begrijp me niet verkeerd, mensen.
Dat is fucked up. Absoluut, die gouden body nonchalante, als het echt mijn body is, die ik op dit moment overigens niet kan bevestigen, want ik weet niet hè, hoe wat allemaal. Maar goed, is dat lastig om terug te krijgen? Absoluut. Maar ja, goed. Aan de andere kant, als dat het is, plus een goudstaaf, ben ik wat dat betreft opgelucht. Ik dacht, hij heeft echt mijn hele huis leeg, in zijn woorden gezegd, geshopt. Maar I don't know. Kijk, laat ik heel eerlijk zijn, mensen. Die goudstaaf, het boeit me echt helemaal niks. Ik bedoel, het is genummerd. Ik heb het gekregen van David. Als hij echt een goudstaaf van me heeft, mag hij die oprecht, die mag hij gewoon van me houden. Het boeit me echt niet. Maar als het echt mijn body is, dan wil ik er wel terug. En dan moet ik daar dus wel even bewijs voor gaan zien te krijgen. Ik moet eens gaan kijken of er camerabeelden zijn dat hij in mijn huis is geweest, waarin hij dus die spullen pakt. En anders moet ik ook met deze beelden überhaupt naar de politie gaan, die ik dus in de prison heb opgenomen. De beelden van de fabriek die ik heb, met waar hij natuurlijk allemaal dingen over praat. En dan in ieder geval natuurlijk ervoor te zorgen dat in ieder geval die gouden body van hem wordt afgepakt, zodat ik hem op dat moment toegewezen kreeg. Of krijg, laat ik het zo zeggen. Vingerafdrukken, et cetera. Allemaal geen enkel probleem. Ik bedoel, ik denk dat ik dat wel voor elkaar ga krijgen bij Jordi. En als dat gewoon lukt, ja, dan is het natuurlijk super chill. Want dan heb ik mijn body terug. Zit hij nog langer vast wegens inbraak. Voor je het weet, mensen, zit hij gewoon tot het nieuwe jaar. Oh, tot het nieuwe jaar vast. Mensen, het is bijna een challenge om gewoon ervoor te zorgen dat we hem tot het nieuwe jaar vast krijgen te zitten. Dat hij gewoon van 2019 naar 2020 gewoon vast zit. Damn it. Oké, dat is nog best wel lang. Want dan moeten we een dag of 20, 30 zien te verlengen. Is dat genoeg met alleen maar een inbraak? I don't know, ik moet hier echt even over na gaan denken. Maar dat zou wel echt een heerlijke straf voor hem zijn. Maar voor nu mensen allemaal, enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht jou iets zijn opgevallen, laat het natuurlijk alsjeblieft achter in de reacties. Ben je nieuw, abonneer, welkom. En mensen, tot de volgende keer.